Leeuwarden start een proef voor straatverkopers in de Kleine Kerkstraat. Het is een proef voor 2 jaar. Hiermee wordt voldaan aan de grote wens van diverse winkeliers. De gemeente stelt wel voorwaarden. Zo mag het verkeer, inclusief het autoverkeer, er geen hinder van ondervinden en mogen er alleen artikelen worden verkocht die ook binnen worden verkocht. Ook moet de straat bereikbaar blijven voor hulpdiensten. Er is vanaf nu een nieuwe regel, je mag weer op straat verkopen. Hoe deden jullie dat hiervoor? Nou, voordat de regel überhaupt bestond, deden wij het al. Dus we zijn een beetje kleine boefjes geweest in het verleden. En op een goed moment is de gemeente naar ons toegekomen en gevraagd van, joh, wat doe je nou? Want wat je nu aan het doen bent, dat hoort officieel niet. Nou, dat was voor ons best wel een lastig moment, want we deden het al jaren en dat moest in één keer stoppen. En daar is toen gelukkig overleg op gang gekomen met de gemeente om te zorgen dat we dat toch mogen blijven doen. Want dat is voor ons van levensbelang eigenlijk. Want wat heeft dat voor extra nut om het allemaal buiten nog aan te bieden? Nou, ten eerste heb ik binnen geen ruimte. Het is een heel klein winkeltje, dus alles wat hier buiten staat kan ik eigenlijk binnen ook niet hebben. Plus dat wij denken dat er altijd meer euro's op straat lopen dan in de winkel. En ja, nu is dus die nieuwe regel. Denk je dat er meer mensen in de straat hier gebruik van zullen maken? Nou, gelukkig is het zo dat er al meerdere ondernemers er gebruik van maken. En ik hoop eigenlijk dat iedereen het gaat doen, want het is ten eerste verschrikkelijk leuk. Ik denk dat het voor mensen die door de straat heen lopen een aanwinst is als je dat doet. En wij doen het ook graag. Het is superleuk om buiten op straat de mensen te begroeten. En er ontstaat een mooie sfeer als je dat doet. En als iedereen dat doet, dan wordt het echt een wereldgave straat. Hij is nogal leuk trouwens, maar dan wordt het nog leuker, hè? Ja, want u zegt, je verdient extra geld hiermee. En hoe betaalt zich dat uit? Nou kijk, wij staan meestal in het weekend, maar tegenwoordig al vaker door de week gewoon buiten. Als iemand langsloopt, dan laten wij altijd even lekkers proeven. Dan nemen mensen dat toch snel mee. Op het moment dat je iets lekkers proeft, dan zeggen ze, joh, doe mij er even wat voor vanavond. En dat vertaalt zich gewoon puur in geld. Dat levert voor ons veel geld op. Maar ik denk dat het vooral ook een bijdrage levert aan de sfeer in deze straat. Na 2 jaar zal bekeken worden of het project voortgezet kan worden. In de nacht van zondag 25 november op maandag 26 november heeft rond 3 uur een inbraak plaatsgevonden bij voetbalclub Frisia. 2 jonge mannen hebben vernielingen aangericht met als doel de inhoud van de kluis te bemachtigen. Dat is helaas gelukt. De voetbalclub is enorm geschokt en teleurgesteld. Er is aangifte gedaan en een politieonderzoek is gaande. Omstreeks 1 jaar geleden heeft er ook een inbraak plaatsgevonden. Er is toen onder andere een mengpaneel, drank en snoepgoed meegenomen. Heeft u tips, dan kunt u zich wenden tot de politie of het bestuur van de voetbalclub LAC Frisia.
GroenLinks heeft de kandidatenlijst bekendgemaakt voor de verkiezingen van Provinciale Staten van 20 maart 2019. Op de eerste plaats staat Matthijs Sikkes van den Berg uit Sint-Nicolaasga. Garde Kuipers en Else van der Hoek uit Leeuwarden staan tweede en derde. Bij D66 is Bea Bijlsma uit Warten de nummer 2. Gevolgd door Frans-Jan Smit uit Gautum. Lijsttrekker bij de Democraten is Romke de Jong uit Gorredijk. Het Prinsessenhof in Leeuwarden presenteert de tentoonstelling Galerie de Witte Voet 1975-2017. De Amsterdamse Galerie is al meer dan 40 jaar een begrip onder verzamelaars, liefhebbers en musea. Eigenaar en oprichter Annemie Boisfin ontvangt dit jaar de Van Achterbergprijs. Ter gelegenheid van deze onderscheiding toont Keramiek Museum Prinsessenhof van 8 december 2018 tot en met 27 oktober 2019 een selectie werken als eerbetoon aan de inmiddels gesloten galerie. De Van Achterbergprijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die van bijzondere betekenis is voor de ontwikkeling van de hedendaagse keramische kunsten in Nederland. Deze toekenning is ingesteld ter nagedachtenis aan de keramiekverzamelaar en kenner J.W.N. van Achterberg. Het is niet heel moeilijk, maar wat het moeilijk maakt is dat je heel erg zeg maar, jezelf moet vinden. Want als je jezelf niet meer hoort, dan gaat het natuurlijk heel vaak. Heb je er zin in? Ja. Beetje spannend? Ja. Ik al heel lang, alleen mijn ouders weten het niet. Jongens, ik kan niet zingen. Nee. Denk je ook dat ik op zangles moet?